Hallo allemaal en welkom bij als goed is aflevering 9 uit mijn hoofd van de Minecraft Vanilla Peacefully Survival. Nou, peaceful was het niet, want er is nog wat gebeurd tussen de aflevering door. Ik heb heel veel dingen gedaan. Ik ben zojuist naar de nether geweest. Ik heb mijn keuken helemaal uitgebreid. Ik heb kippen, ik weet niet of ik dat allemaal heb laten zien. Ik dacht het wel, maar ik weet niet meer uit mijn hoofd. Ik heb die laten groeien, mijn jungle heb ik laten groeien. Shit, ik heb geen jungle sapling meer. Oh nee. Oh, dat heb ik laten despawnen. Shit. Oh fuck. Nou, in ieder geval, daar zitten de daar is de carrot en daar is de potato farm tijdelijk. En ik heb ledder, ik heb papier, ik heb boeken. Ik wil dus heel veel meer bookshelves. En ik ben dood gegaan, dus is mijn setje rest armor. Er was steeds wel steeds het originele iron set. Alleen ik ben dood gegaan en dan moest ik dus daarheen rennen. En toen was ik ook dood gegaan en ben ik mijn broek verloren. In ieder geval, ik pak even wat hout, want ik heb nog wel wat hout. Oh, ik heb zo nog twee boeken gevonden, kijk. Kijk, we hebben heel veel spruce. Dat is wel chill. Ik pak nog wel wat ook erbij. Oké, hier kunnen we heel wat van maken. Ik wil dus heel veel papier. Dan kan ik 12 boeken maken en dan kan ik 6 boekenplanken bij. Oké, is niet slecht. Is niet slecht, zeker niet. En toen ik hier word... Oh, wacht, ik had zelf nog wel wat boekjes, toch? Ik had zelf nog wel wat. Hierin. Kijk, en dan kunnen we er nog precies 1 maken. Mooi. Zo. En ik wil even vandaag beginnen met mijn echte ultimate base. Die wil ik, denk ik, wel mooi daar in het gebied hebben. Denk ik daarachter of zo. En dat lijkt me wel vet, want niet hier. Dat weet je al ondertussen, denk ik wel. Waarom niet? 3. Oké, hoeveel kunnen we nu? 24. Oh mijn god. Het ziet er wel lekker uit. Een breaking? Ja, mooi, 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 mooi. Oké. Moeten we een beetje hout hierin doen? Of zullen we een beetje... Nee, dat hout gaan we een beetje... Zo, dus ik wil even wat resources gaan verzamelen. Want ik wil dus nu een nieuw huis gaan maken. En deze shield mag even eraf. Oh wacht, eten zit ik ook met een probleem. Oh nee, wacht, ik heb heel veel... Wheat. Ik heb vast wel meer wheat. Hier een beetje nog. Ik had nog wat vis volgens mij. Kijk, ik had nog wat vis in de oven. Maken we daar even 8 mooie broodjes van. Zo, en hebben we nog meer eten? Denk het niet. Nee. Nou kijk, we kunnen er alvast wel wat. Maar nee, ik wil niet zo'n huis gaan maken. Ik wil echt met koele blokken wil ik mijn base gaan beginnen. Maar dan heb ik denk ik heel veel concrete en zo nodig. Want ik wil dat een beetje op die manier gaan doen. Even kijken. Zie ik nog eten? Nee, hier niet. Nee, dat was toch echt al het eten. Maar dat maakt niet zoveel uit, want ik heb wel wat natuurlijk. Als we zo gewoon elke nacht even slapen, hebben we geen last van die phantoms. En laat ik even direct een nieuw beltje maken. 2 sticks. 3 iron. Wordt een nieuw beltje. Ik voeg ze wel bij elkaar toe, dat maakt toch niet zoveel uit. En ik wil even kijken, want ik wil kijken hoeveel ik van alle workstations kan maken voor de villagers. Want ik wil een village setup gaan maken. Tenminste, ik wil verderop daar wil ik villagers gaan halen. Dat duurt even, dat klopt. Maar als ik daar gewoon een nether portal ga plaatsen, dan kan het zo zijn dat ik dat... Ja, en dat is mooi. En als we nog een element tegenkomen, kunnen we dat gelijk regelen. Laten we dus even naar beneden gaan naar de cave, naar de echt vervloekte cave, waar ik 1000 keer... Nou, niet 1000 keer. En maar daar is echt gevaarlijk. Ik ben daar vaker dood gegaan. Laten we daar niet dood gaan, want ik ben dood gegaan daar 2 keer dat er een creeper op mijn hoofd kon vallen. En dat is niet zo fijn. Want dan is het gewoon, boom, en dan ben je dood. Nou, dat is niet waar. Kijk, dat bedoel ik al met creeper, hè. Ga doen! Oh, sorry, Bed. Maar... Doe...
Even kijken, want bijvoorbeeld hier, ja, la la. Oh, godverdomme, ga weg. Ja. Oh! Sorry dat ik je liet schrikken. Ik schrok zelf ook. Stop eens. Deze cave heb ik slechte herinneringen aan. Ah! Ik ga dood hier gewoon. Ik ga letterlijk dood. Stop eens, maar ik wil niet dood. Jezus Christus. Oh nee, deze cave. Oh Jezus Christus. Oh man, stop hiermee. God, ik. Oh nee! Jongen, stop hiermee! What the fuck is met deze cave? Nee! Nee! Ik wil hier weg. Wat zit daar? What the fuck? Is niet goed. Ze kunnen me ook allemaal gewoon vinden. Ah. Laat mij veilig. Oh mijn god, dit lava is ook. Zo verschrikkelijk. Het komt zeker weer over de rand. Nou, ik kon het hier even weg hebben. Oh, ik haal dat zo. Oh, het komt niet over de rand. Chill. Oké, ik had ergens mee. Nou, dat is trouwens de andere kant. Ik had ergens een lavapoel gevonden. Oké, ik moet deze personen. Dit zijn geen personen, het zijn fucking. Ga aan de kant! Ik word hier zo chagrijnig van. Oh, ze zijn zo. Waarom heb ik hier zoveel ongeluk hier in deze fucking. Ik word nu een beetje boos. Nou, een beetje niet echt waar. Flikker. Oh, ik moet ook continu eten, want elke keer word ik weer aangevallen, ben ik weer niet. Full health. Oh, hier is het eindelijk gevonden hoor. Dus ik heb even weer 10 obsidian nodig voor. Dus daar een. Ja, ik moet even trouwens de coördinaten opschrijven van mijn base. Portal, waar die dus staat. Zodat we daar ook dat ik een gangpad kunnen maken voor een boot of voor een minecart. Ik denk voor een boot. Duurt wel lang, maar dat kan ik wel even een keer doen. Ik heb vast wel een keer een kwartiertje lang de tijd. Trouwens niet hierin. Zo. Ik wil eigenlijk gewoon niet erin worden gedouwd. Want dat zou heel kut zijn. Dat we gewoon rustig zitten mijnen. Met onze pickaxe head gericht naar een andere opzending. Zodat we niet in één keer een silverfish kunnen ontwaken. Als we een stoomblok in één keer slaan. Uit het niets. Ja, ik denk daar allemaal aan. Tegenwoordig sinds die ene keer dat hier een silverfish was. Ik weet niet of dat tijdens een opname was. Ik dacht het niet, maar. Ik doe nog wel dingen buiten opname. Ook puur als ik denk dat ik een aflevering heb gemaakt, denk ze van nee, deze is niet boeiend. Ik moet wel een boeiende opdracht hebben. Nou heb ik die. Als we naar die village gaan, portal plaatsen. Portal oplinken. Bam. Met de gangpad dan wel. Dat die villagers kunnen overplaatsen naar een gebied hier in de buurt. Moet ik wel eens een keer een huis daarvan maken. Maar het was dus eerst eventjes. Daarvoor regelen dat we daar een huis voor hebben gemaakt. Ik denk dat het wel iets belangrijker is als. Ja, je snapt me. Even krabben aan mijn oog. En weer shift. Ah, nog één, dat is chill, dat duurt niet lang. Nou, het duurt wel lang, maar ja, als ik efficiëntie 5 heb en haste 2, dan had het binnen een paar seconden gebeurd. Nou, dit is ook binnen een paar seconden, maar je snapt me. Oké, we kunnen eigenlijk hier weer weg aan deze vervloekte cave. Ik wil hier nooit meer zijn. Gewoon nooit meer. Nou hier wegwezen. Ik wil hier echt nooit meer zijn. Huh. Flikker. Ik kan nou hier letterlijk veilig op komen zwemmen. Dat was ook al 1000 keer fout gegaan. Maar waar komen elke keer die monsters vandaan? Flikker toch op. Echt, ik word er zo chagrijnig van.
Kun je zo denk ik wel veilig. Als we hier op gaan, wat de vorige keer ook fout ging, doordat hier een creeper stond, wat er nu staat gelukkig. Nou, we zijn eigenlijk veilig. Nou, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want het kan ook nog een fout gaan hier. Wat? Oh. Daar op zwemmen. En daar op zwemmen. Zo kunnen er altijd wel op komen. En als laatste daar. Wat? En als laatste. Wat was dat nou weer? En als laatste hierop. Zo, gehaald. Mooi. Ik moet dus ook eventjes een keer een betere manier vinden om dat te gaan halen. Natuurlijk via de nether. Natuurlijk kan het niet via de nether. Want ik kan geen water gebruiken. Ook in ieder geval. Dan gaan we dus nu daarheen. Dan wil ik even van die leuke portal corner blokjes gebruiken. Ik ben niet zo iemand die daar toch langer gaat hakken. Dum 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 dum. Nou, ik nog wat eten. Deze heb ik nodig. Deze kan ik wel gebruiken. Flint en steel nog. Die heb ik. En corner blokjes. Daar wil ik hout voor gebruiken. 1, 2, 3, 4. Ja, dan ga je even naar die village. Dat is wel eventjes een paar blokken ver weg. Ik denk 2000. Ja, dat duurt gewoon eventjes. Maar dan kunnen we gelijk praten over... Wacht, ik moet wel de coördinaten hebben van mijn netherport. Zodat we daarheen kunnen gaan. Via twee rechte lijnen. Gewoon eerst de x-as of z-as. Z of x-as. Maakt niet uit welke eerst. Maar kan ik kijken welke dichterbij is. Dus... F3. Dan ga ik dus nu opschrijven op mijn blaadje. Ik heb toch hier een dik blaadje. Een dik blaadje, wat? 3. Ik zag het heel groot. 98. Min 9. Kijk, dat is onze netherportal. Coördinaten. Ik neem aan dat ik dan via daar afkom. Zou ik die allemaal vinden? We moeten dus natuurlijk wel weer wat chunks overhouden voor de nieuwe update natuurlijk. Nether update. Ik verwacht komende binnen de 2 weken wel weer een nieuwe snapshot. Binnen een week al zelfs. Want ze hebben enigszins soort van bekendgemaakt dat er een snapshotstel kwam. Tenminste, dat weten we niet meer. Dat denken we allemaal. Want nu hebben ze heel veel screenshots gereleased op Twitter. En neem aan dat wel een snapshot moet komen. Want wat ik denk is dat ze alle biomes die ze in de trailer hebben laten zien. Of de trailer niet per se. Maar in het begin van Minecon. Tenminste, dat ze daar hebben laten zien. Dat ze al die biomes in één keer toevoegen. En dan daaromheen meer features gaan toevoegen. Dus ook wel weer een nieuwe biome. Net zoals toen met, de aquatic update. Dat was uiteindelijk biomes. Uiteindelijk voegden ze nog de ice, of de ice park, zo heet dat ding ook weer. Ice mountains, je weet al die noordpool dingen. En toen voegden ze ook later nog de koraal toe. Dus ik verwacht ook al nog 5 biomes die in totaal worden toegevoegd in de nether. Ik verwacht ook wel nieuwe mobs die er niet zijn in toegevoegd. Een wapen, ik denk een nether trident. Want we hebben eigenlijk weinig gezien. Ook als we kijken naar de andere. Siri, flikker op, echt. Siri gaat altijd zo vaak aan. Maar als we kijken naar hoeveel we wisten toen de trailer van Aquatic Update kwam. Je wist niet over de drowns, je wist niet over de dolfijnen. Wel over koraal, maar dat was later ook een hele andere tekstje voor. Je weet in het begin weet je niet alles. Dus ik neem aan dat er nu wat mobs komen. Natuurlijk dit keer weten we wel een paar mobs. Zoals de Hoglin en de Piglin. De Illusioner wordt misschien in de raids toegevoegd. Ik hoop eigenlijk wel iets zelf voor de Illusioner. Gewoon een eigen structure. Maar ik hoop ook dat ze dus een nieuwe wapen toevoegen. En dat iets anders wordt toegevoegd. Een leuke feature van Conduit. Maar dan in de nether. Ja, ik vergelijk het een beetje met de aquatic update. Want water en lava is typisch iets anders. Andersom. Ik dacht even dat ik een drown zag. Maar... ja. En wat ik denk. En wat. Een wolf. Wat ik wou net iets zeggen, maar dan heb ik het juist vergeten. Ik zei: een wolf. Wat wou ik zeggen? Denk je? Ja, even denken. Shit, ik heb geen bed mee, hè? Waarom vergeet ik elke keer een bed mee te nemen, jongen? Zat het op hard of zo? Ik krijg fucking snel eten, man. Nou, ik ben gewend om mijn elytra te hebben. Dan hoef ik niet zo vaak te lopen. En dan krijg ik minder eten eraf. Die zijn ook trouwens... Volgens mij is hier ergens een bij ook. Maar ik kon de bienes niet vinden.
In ieder geval, oh ja, hoe heet dat? De pigments, die worden niet meer via een pik, worden niet meer met bliksem omgetoverd. Ik denk dat het een hoglin op wordt, of een piglin, en geen pigment meer, omdat dat meer een zombie fight versie is. Dat gaan ze als goed zo gewoon noemen, een zombie fight piglin. Tenminste, dat stond een beetje op de wiki site, dat we tot nu toe al weten, dus officieel de wiki site van Minecraft 1.16. Kijk, daar is het. Ik kan het in de beschrijving zetten als ik het niet vergeet. Als ik je ook kan opzoeken. Minecraft 1.16 wiki. En dan kom je dan steeds uit bij officieel wiki 1.16. Nou, dan kun je het altijd wel zoeken. In ieder geval, ik heb het gevonden. Hè? Oh, wow. Maar waar gaan we hem plaatsen? Zijn er ook nog wel villagers hierover? Dat zou namelijk heel 6 en als dat niet zo zijn. Als het niet zo is, zo. Denk het al, denk dat iedereen aan slapen. Dus laten we hierheen plaatsen, gewoon hier. Dus 1, 2, up, en up, 1, 2, up. Nee, niet 2, 3. 3. 1, 2, 3. Up. En you motherfucker, je gaat dood, motherfucker, je gaat dood, dankjewel. Tot de volgende keer, later. Nee, ik hoef het niet te hebben. In ieder geval, laten we dus nu naar de Nether gaan. En ons pad oplinken met mijn base. Het is letterlijk dus. Kut, kijk, dit is letterlijk precies. Wat? Nee, what the fuck? Hoe ga ik dit doen? Dit is niet mogelijk om nu. What the fuck? Dat is zo ver weg, joh. Nee, nu moet ik hier een stuk weer gaan lopen. Ben gek. Are you kidding me? Nether, hoe werk jij? Dit probleem heb ik ook letterlijk altijd. Wat ik ook doe. Maar als ik het wil breken, gaat het sowieso niet werken. Dat bedoel ik. Ben ik hier weer? Ja. Wacht, dat is een. Wacht, dat is er een. Je weet wel, een zombie villager. Ja, zeker te weten. Dat gaan we doen. Zombie villager, hallo. Oké, ja, dit is goed. Doe het gewoon op deze manier. Ik heb er nog één nodig, maar. Kan ik wel regelen. Ja, kom maar naar papa toe. Oh, de drowned. Dat is eventjes het probleem. Moet eigenlijk ook gewoon zombie villager drowned zijn. Dan wordt de zombie familie wel heel groot. Hoe langzaam ga jij hierin, man? Jezus Christus, ik kan niet zo goed een boot maken. Nou. Ja, dus. Hè? Ik blijf hier wel even staan. Ik baker deze wel even af. Hij is nu pas op die helft. Oké, ik wil hem daarin krijgen. Vraag me niet hoe. Toch ga ik het doen. Doen. Kijk, dat bedoel ik. Dat als ik hem één keer heb verslagen, had het al goed geweest. Nou, kom op, aan land komen jij. Dankjewel, doe de fucking lang. Nou, we gaan hier wel even in. Kom je? Ja. Ik heb geen blokken meer, ik heb geen blokken meer. De meter niet. Nee. Terug. Oh, yes! Zo, jongen, dat ging echt snel als het dief. Wat is dit voor kut aflevering? Jezus Christus, die kwam uit het niets, joh. Oh, die heb ik terug. Oké. Oh, die ging snel.
Ik wil hem ik wil die dood hebben. Serieus. Als ik hem niet dood krijg. Ren weg, ren weg, gewoon ren weg. Gewoon ren weg. Oh, dit is zo. Ik kon niet weer mijn fucking 12 levels kwijt krijgen. Of wat? Maar ik. Dat ding. Die spawn track. Ik heb een torch nodig. Oh, mooi. Ik heb hier een torch. Als je wel om geluk wilt gaan spreken. Nee, dat is niet. Hij is daar. Het is dat ik geen boog heb. Hoe kan hij mij zien? Hij zit niet eens gericht op mij. Dikke manoeuvres. Dat ik hier dood ga is heel groot trouwens. De kans. Yes! Gedropt? Nee, fuck. Oh, deze was echt niet normaal. Oh, hij is er nog. Ik schrok me dat hij was. Oké, deze laat ik hier staan. Ik wil er eigenlijk nog één vinden. Maar oké, hoe maken we een weakness potion? Als ik dat weet, dan zou het heel chill zijn. Ik blijf van altijd hierboven. En dan kan nooit die spawnen. Want ik ben eigenlijk boven hem. Oké, weakness potion. Zullen we dat opzoeken gewoon? Oké. Weakness potion. Afbeeldingen. Ik kan het vast wel vinden. Oh ja, een spider eye toch? Spider eye. Ja, permanent spider eye. Oké, als goed is heb ik een spider eye. Kijk, mooi. Ik heb één ding voor suiker. Kijk, mooi. En ik heb een paddenstoel nodig. En die heb ik ook. Mooi. Kijk, kunnen we maken. Dan heb ik glas nodig. Nou, dan kan ik even... Ah, kijk, ik heb nog wel wat glas. Gaan we dit nu doen? Ik heb geen golden apples. Maar ik kan wel eens maar een golden apple maken. Oh mijn god, ik wil dit doen nu. Heb ik nog een... Zeg niet dat ik naar de Nether moet voor een... Nee. Ik heb geen broom stand. Fuck, en het is zo ver weg. Hoe maak je dat ook alweer? Brewing stand? Ja, maar ook gewoon... Jezus, je hebt ook echt een 3 nodig. Ja, 1. En dan heb ik letterlijk ook gewoon dat ik... Je hebt 1 nodig en ik heb niet eens koppelstone. Dat meen je toch niet? Nou, dit gaat niet werken zoals ik dacht. Ik waag het wel. Ik ga wel naar de Nether. Ik maak trouwens eerst even een appel. Ik heb vast wel ergens een appel. Natuurlijk heb ik ergens geen appel. Weet je dat we heel veel bomen omhakken? Dan krijg ik vast wel ergens een appel uit. Want ik wil een appel. Dan kan ik makkelijk golden apple maken. En dan heb ik dat alvast klaar. Want ik wil gewoon een villager hebben. Ik wil echt een villager hebben. Dit komt trouwens wel fucking goed uit. Dat er een... Dat er een zombie villager trouwens vond. Wat ben jij? Oké, daar. Oké, geef maar gewoon even een appel. Ik kom niet al te ver van mijn base vandaan. Ik ben benieuwd als ik wegga hier. Of de zombie villager die spant als ik een andere dimensie betreed. Maar dat denk ik niet. Laat ik nog één omhakken. En wachten totdat ik een appel krijg. Oké, ja. Dit moet goed komen. Dit. Ik ben geen auto. Oké, gun mij een appel, please. Appel. Ik moet niets gaan breken. Ik moet het gewoon natuurlijk laten weggaan. Het heeft dan wel geen invloed op dat soort shit. Ik heb wat appels, aardappelen nodig. Laten we dat even regelen. Ik had namelijk wat boommeel. En dan kunnen we even... Oh, ik heb zelf nog wat booms. Mooi, kunnen we heel wat aardappelen gaan maken. En ondertussen is even wachten tot dat. Ik wil vandaag een weakness potion en een appel hebben gegeven aan die villager. Zombie villager. Ja, ik kijk trouwens nog wel even of hij nog niet weg is. Anders is het fucking sad.
heb een poisonous potato, je fucking kidding me. Ja, genoeg, ik heb 17 aardappelen in deze droppen begonnen. We gaan daarna, als we naar Nether gaan kijken even of die er nog is. Ik ben bang van niet, maar laten we wel hopen. Zal ik nou een rode appel? Ik zie een appel, 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 appel. Ik zie een appel, 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 appel. Ik zie een appel. Oké, 8 goud. Kijk, mooi. Golden apple. Yes. Oké, we hebben hier alles wat we nodig hebben. Nether wart, die had ik zojuist al wat meegenomen. Kijk, een blaze powder. Daar heb ik 1 voor nodig. Hier ook 1 van nodig. Dan alleen maar nog die vervloekte... Oh, kut, nou echt. 1 ding nodig. En dat is die kutsding. Dat weet ik ook alweer. Ik ben de naam kwijt. De blaze rod. Nou, even kijken of de ding er nog is. Anders kan ik wel wachten nog een nacht, toch? Maar zit hij er nog? Ik zeg niet dat hij weg is, hè. Hoe kan dat ding nu al... Oh, ik ben ook zo dom! Ik ben ook zo dom, hè. Laat ik het gat open, die kan fucking verbranden. Oh. Dat gaat toch niet goed zo? Kut. Ja, maar jezus. Ja, ik ga wel op, ik ga het ding halen, hoor. Dat zeker, maar... dit is zo verschrikkelijk. Oh, ik heb ook fucking 2 brood bij. Fuck. Dit meen je toch niet? Oh, waarschijnlijk. Oh, als je kijkt, denk je zo van Remco, wat de fuck ben je aan het doen? Je moet een gat boven mijn hoofd moet je dichtmaken. Nou ja. Dit is gewoon echt een facepalm. Dit is misschien echt de eerste derp moment in deze hele survival. Dat meen ik serieus. Dan moet ik heen daar. Als ik een derp counter had, net zo'n spoon moment van Mumbo en een derp counter erbij. Ik zoom, als ik dat soort iets had, had ik dat echt gewoon 3 keer hard aangeklikt. Van dit was zo. Dit is. Ja. Ja, ik wil de brewing set wel hebben nu. Dat was mijn doel. Ik dacht van kut, die is weg. Ik denk, toen besefte ik pas, kut, die kan verbranden. Ik had hem gewoon een helm moeten geven. Ja, dat dacht ik op dit moment ook niet aan. Ik moet trouwens daarheen, dus... Dat is wel kut trouwens. En hoe dan ook, ik kom er. Hoe dan ook, ik krijg er een. Ik moet toch 1 killen? Ik moet dan direct terug en dan ben ik er al. Ik moet daarheen om zo'n ding te vinden. Zo'n fortress, dat weet ik nog wel. Zo voel je je gewoon echt keihard genaaid. Gewoon dat je zelf... Gewoon een actie onderneemt die gewoon zo dom is dat je het niet door hebt. Ja, man. Kut, sorry. Ik ben nu ook wel echt verdrietig. Ik heb daar gewoon helemaal geen eten meer. Ik had gewoon moeten wachten op een aardappel. Nou, nee, dat heb ik niet gedaan. En ergens boven is dat ding. Ook hoe snel gaat mijn eten eraf? Alsof ik fucking een ninja ben, namelijk. Ah, hier is het. In ieder geval, als ik een blaze rod heb, ben ik al blij. Dan sta ik deze aflevering wel af. Want zelf heb ik niet zo lang meer zin in. Ook gewoon puur omdat het nu gewoon een doelstelling is. Gewoon. Hoe ben ik net hier? De volgende. Oké, ik heb echt geluk dat ik dat 2 keer heb gedaan. Nou, we gaan al even kijken. Oh, dat is handig. Dat is er één. Mooie zoek. Yes! Oké, okay, in ieder geval. Dit was jongens aflevering. Dit was jongens aflevering. Hoi, voor leuk. En tot volgende keer. Later. Oké, laat even de naam gooien. Nee, grapje. Doei. Nu ben ik wel blij. Zie je mij dorpen? Oké. Doei.